Ze woonden al meer dan 20 jaar samen. Alleen. Heel af en toe komt hun dochter nog wel eens langs. Hun zoon, waar ze nog altijd trots op zijn, komt al jaren niet meer. De verhouding tussen zijn vrouw en zijn moeder liep 15 jaar geleden spaak. Zoals zo vaak is de vrouw de vervanging van de moeder. Nu zorgt zij voor hem en de moeder is verdrongen. Met elkaar spreken ze daar niet over. Aan vreemden vertellen ze gezamenlijk vol trots dat hun zoon iets hoogs is bij TNO. Met de buren hebben ze weinig of geen contact. Er wonen nieuwe mensen, jonge gezinnen, met veel lawaaierige kinderen. De oude garde waar zij toe behoren zijn zo langzamerhand verdwenen uit hun buurtje. De ouderdom valt hem zwaar. Hij had zijn werkkring 17 jaar geleden vroegtijdig moeten verlaten wegens rugklachten. Zelf wist hij dat hij uitgerangeerd was. Zijn enige hobby was zijn tuintje. Hij was trots op zijn 7x4 meter voortuin. Dan kon hij even het huis uit. Want zij maakte de hele dag schoon. Er was altijd wel iets wat een grote beurt moest hebben. Ze had ook speciale tuinkleding voor hem aangeschaft. Dat hing aan een tuinknaapje in de schuur. De tuinwerkschoenen stonden eronder. Op de vloer van de schuur lag het tapijt van toen ze hier kwamen wonen. Al het gereedschap moest gewassen worden na gebruik. Eerst had hij zich daar nog aan geërgerd, maar later werd het een vast ritueel. Als hij klaar was met tuinieren, dan meldde hij dat door het raam aan zijn vrouw. Zij zorgde dan voor een emmer sop bij de achterdeur. Met een speciale tuintheedoek droogde hij het gewassen gereedschap af, borg het dan op de daarvoor bestemde plaatsen. Hij had nooit een tuinprijs gewonnen, terwijl hij er toch elk jaar op hoopte. Het was een keurige tuin. Geen dor bloemetje of blaadje. Geen oneffenheid te vinden. Elk seizoen had zijn eigen bloemen. Als het regende, zag hij op tegen de dag. Hij moest dan dingen doen in huis. Dat was vervelend. Het poetsen van het bestek. Roestvrij staal van Gero. Het enige wat ze samen nog deelden was het gemopper op de andere mensen. Alles wordt minder. Kinderen worden niet goed opgevoed. Het is gevaarlijk buiten. Ze ergerden zich aan het taalgebruik op de radio en tv. De buitenlanders komen alleen maar hier om hun hand op te houden. Echte reden voor deze gedachte hadden ze niet. In hun buurtje wonen geen buitenlanders. De krant was hun enige informatie. Radio en tv deden ze al een tijdje niet meer aan. Het enige uitje was naar de supermarkt en de bibliotheek. Daar haalden ze wat streekromans. Zelf bezaten ze geen boeken. Nu begon het gesukkel met de gezondheid. Hij had last van een bevend hoofd en zijn hart sloeg wel eens over. Zij had last van haar heupen. Op een ochtend mopperde ze op hem dat hij zo lang op de wc bleef. De koffie wordt koud, had ze nog geroepen. Hij kwam maar niet. Hij reageerde ook niet. Toen ze ging kijken, lag hij naast de pot, met zijn arm op de rand en zijn hand in het water. Ze probeerde hem nog overeind te krijgen. Dat lukte niet. Ze gilde zo hard dat de buren het hoorden. Die zorgde ervoor dat de ambulance kwam.
Het heeft 3 dagen geduurd. In het ziekenhuis stierf hij. Zonder nog iets te zeggen. De begrafenis was sober. Een maand later stopte ook haar leven. Ze was tijdens het schoonmaken van het bestek overleden. De buurvrouw zag haar op een ochtend aan tafel zitten met het hoofd in de bestekbak. Nu woont er een jong stel. De spullen zijn door de gemeente opgeruimd. Al de zorgvuldig gepoetste huisraad werd ongezien in een container gestort. In de tuin liggen nu gewassen grintegels. Harde muziek schalt uit de openstaande deur. Als de deur dicht zou zijn, kon je de bassen door het huizenblok heen nog horen. Als de oudjes konden bewegen, draaiden ze zich om in hun graf. Ze zijn alweer vergeten door de buurt. Hoewel de buurvrouw de lawaaierige muziek toch vervelender vindt dan die 2 chagrijnige oudjes.